achterste ingang. En dit is altijd mooi. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben net thuis van het werk. Ik heb even de werkkleren heb ik even uitgedaan. En ik wou even gaan lunchen. En ja goed. We hadden nog broodjes over. Dus ik heb net een klein TikTokje gemaakt. Of een lunch dingen. Ik hoop dat jullie daar ook van genieten in ieder geval. Kijk die ook. En ook hartelijk dank voor het kijken naar de vlog van gisteren. Ja, en dat jullie ook de leuke reacties geven. Ook dankjewel daarvoor. Dus ja, blijf het vooral doen. En dan blijft het ook leuk en gezellig. Dus ja, ik ben wat jullie zien. Ben ik aan het maken. En ik moet dadelijk boven nog een of ander nog even nog doen. Lekker snoepen. En dan neem ik jullie gewoon eventjes mee. Dus ik heb mijn broodje klaar. En dan ga ik heel even eten. En dan, ja goed, dan zie ik jullie zo. Zo, ik heb de lunch heb ik op. Dus ja, en ik had toevallig de televisie had ik aan, de tv. Dus de lunch is nou klaar. En dat is eigenlijk een herhaling van afgelopen vrijdag. Dus een, hij is vol. Dus, maar ik ga in ieder geval even naar boven. Neem ik jullie gewoon even mee. Want achterom, ja, ik moet ook even kijken of ik überhaupt strakjes buiten even alles klaar zet. Maar ik moet eerst even andere dingen doen. Zoals de was hadden we gisteren gestreken. En die willen we dus ook weg hebben. En de bedden moeten nog even opgemaakt worden. En ons bed moet ook nog even opgemaakt worden. Dus in ieder geval, ja, ik wou de was afhalen. En dan ook even strijken. Dus dan ga ik dat eerst even doen. En dan de rest moet dan even wachten. Dan is dat in ieder geval al klaar. Een bed heb je zo opgemaakt. Zullen jullie wel weten. Zo, zoals jullie zien is de was weer helemaal weggewerkt en wel. Dus alles is weer klaar met strijk. En ik heb ook alles gelijk even opgeruimd in de kast vandaan. En bij ons ligt ook niks meer. Heb ik ook opgeruimd in de kast. Ja, goed. Nou is het volgende wat ik ga doen is heerlijk lekker douchen. En dan ik zie dat ik hier nog wat handdoeken moet even opruimen. Dat kan ik dan ook nog even doen. Dan is dat ook alweer gedaan. Dus ja, dan ga ik dat eerst even doen. En dan heerlijk lekker douchen. En dan kleren aan. En dan spreek ik jullie zo. Zo, ik ben een tijdje verder. En ik heb me heerlijk heb ik me gedoucht. En lekker omgekleed. Schone kleren aan. Ik ga nu even naar beneden. En dan Ja. En gisteren was het ook een hele leuke dag, moet ik zeggen. Echt fantastisch. Ook met DJ wat erbij was gisteren van Roda. En ja, het was gewoon heel gezellig. En een artiest was daar. Dus geen bekende artiest, maar gewoon een gewoon iemand die daar deed zingen. En ja, goed. En vanmiddag gaan we even zien hoe of wat. Dus ja, dan gaan we even dat. Nou, ik wil even kijken. Even dat nakijken wat Daan voor spelletjes heeft gedaan. En dan
Ja. Dan gaan we eens even kijken. Want ik kan hier ook op YouTube kijken. Kijk maar. Ja, hij moet zich eerst even opstarten. Ja, dus dat kan die ook. Dan zijn we op YouTube. Moet je heel even wat kijken. Even kijken naar mijn eigen YouTube kanaal. Ook op de Nintendo kan ik YouTube kijken. Dus ja, dan hoop ik alleen dat die verbinding heeft. Maar ik ga heel even ver. Oh, hij komt al. Oh, hij had zich net weer een afgemeld. Ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Maar het zijn er al 152. Ja, goed. Het is zo. Gaan we eens even verder kijken. Ja, die short wat ik heb gemaakt. Dat zijn de vlogs van gisteren. Ik hoop dat jullie iets kunnen zien. Zie je? Van gisteren is heel goed bekeken geworden. Dankjewel daarvoor. Echt super. Chapeau naar jullie toe. En ja, goed. En het was ook gisteren een hele leuke dag eigenlijk. Ja. Vond ik wel, dus ja goed, ik ga heel even nog kijken en dan spreek ik jullie straks wel weer met het eten maken. Ik had een brok in de keel, dus maar in ieder geval blijf even gezellig nog kijken. Oké, ja, Linda en Daan, even ertussendoor nog. Linda is weer werken en Daan zit op de opvang, dus die zijn ook niet thuis, maar die komen strakjes. Dus, en achterom even kijken of ik überhaupt nog zin heb om dingen. Maar eerlijk gezegd heb ik er vandaag niet zoveel zin in. Het wordt ook van de week en aankomende weekend zou het heel erg warm worden. Dus misschien tot we volgend weekend gebruik maken van het zwembad. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ja, dus ik ga heel even verder en dan spreek ik jullie later wel weer. Zo, ik ben een tijdje verder en we hebben heerlijk een beetje, of ik heb tenminste een beetje gechilled. Linda is net thuis van het werk. En die is zich boven aan het douchen en ik ga zo Daan halen van het verblijf, moet ik zeggen. Dus ja, en als we dadelijk terugkomen, er zal waarschijnlijk dadelijk ook nog even bezoek komen. Die komt gewoon ook even op bezoek en dan, ja. Dan gaan we dus daarna wel even koken en dan neem ik jullie dan gewoon gezellig even mee. Dus, yes. Oké, dus de kat is ook hier. Die heeft ook heerlijk gechilled vanmiddag. En ja, ik ga nu Daan halen en dan spreek ik jullie dadelijk alweer. Oké. Blauwe duimpjes aandrukken alsjeblieft. En abonneer even op mijn YouTube kanaal. Thanks. Oh, ik heb Daan gehaald. Daan is ook weer thuis. Hallo kijkers. En hij was gelijk dit aan kijken, YouTube. En Linda is ook nog even bezig. En ja goed, we krijgen zo dadelijk krijgen we een bezoek wat ik al zei. Dus Daan heeft het leuk gehad. Ja. En ja, dan neem ik je nogmaals mee met het eten. Oké. Okay. Daar is Linda ook. Hallo Linda. Hallo. Daar is ze weer. Dus we zijn weer helemaal compleet. Dus ja, wat ik al zei. En daarna dan weten jullie dat wel. Dus. Oké. Okay. We zijn even een tijdje verder. En het bezoek is net geweest. We hebben daar aan die tafel gezeten. Hier is de kat. Dat ga ik eerst even uitleggen. Want ja goed, hij wil ook eten. Dus ga ik dat heel even pakken. En we eten vandaag
eten we aardappeltjes. Dus even de bak pakken. Dus ja, dat was weer gezellig. We hebben over van alles en nog wat gehad. Ja goed, ik ga niet tot in details spreken. Maar in ieder geval, het was weer een gezellige middag. Dus ik ga jullie even aardappeltjes weer schillen. Dat is dan wel weer lekker. Dus nu ga ik dat eerst even doen. Laten we eens even schillen. En dan doe ik ze zo. Schillen. Ja, want ik had gezegd, ik neem jullie mee met het eten. Maar goed, dat weten jullie inmiddels al. Want eigenlijk hoef ik dat niet te zeggen, maar goed. Ik doe het toch iedere keer. Ja, en af en toe valt er een kleine stilte. Maar goed, even concentreren op wat ik doe. Goed, dat heeft iedereen wel eens. Dus, ja goed, het was, wat ik al zei, heel erg gezellig. Dus, alleen ze wouden geen koffie, maar ja goed. Is te begrijpen. Ik ga jullie even door en dan spreek ik jullie zo. Zo, ik heb de aardappeltjes heb ik geschild. Kijk maar, staat ook nog aan. En we eten qua vlees eten we sausjes. En we eten witte bonen en tomatensaus. En ja goed, Linda en Daan zijn even naar de winkel toe, even wat halen. En dan... dan komen die ook dadelijk wel weer terug en ja goed, dan ga ik dan tafel dekken. Maar ik ga eerst even dat vlees regelen en even opruimen. Ja. Zo, het vlees zit in de pan en de groente zit ook in de pan. Ja goed, dat hoeft maar eventjes warm en dan, ja, dan ga ik daar even mee aan de slag. Ja goed, dan moet dadelijk omgedraaid worden. En dan is dat dadelijk ook zo klaar. Ik neem jullie gewoon nou eventjes mee. Yes! Alright. Zo, even omdraaien. Dan moet ik dat hier opzetten. Het hoeft maar warm gemaakt te worden. Omdraaien. Zo, dan hebben ze weer omgedraaid en dan kan dat heel even zachtjes zijn gang gaan. Dat ook even en dan ga ik heel even tafel dekken. Zo ziet de tafel er nu uit. Doe ik het even anders. En als ik in mijn vingers knip, was een foute actie. En als ik in mijn vingers knip, dan is het... Tada! En de tafel is gedekt. Dus dat is ook alweer klaar. En het eten is altijd nog bezig. Dus picobello. Oké. Dus... daar af en toe in roeren. En hier ook even in roeren.
Ja, dan is dat ook weer klaar. Dus ik ga jullie heel even neerzetten. Kan ik nog heel even nog andere dingetjes doen. En dan spreek ik jullie zo. Ja, het zijn kleine dingetjes. Even de keuken opruimen. Dus dat moet ook even gebeuren. Kijk, kan ik wel even laten zien. Kijk, het zijn even die lege flessen even opruimen. En dat even opruimen. Dat is wat ik bedoel met kleine dingetjes. Dus dat ga ik even doen. Zo, ik heb het even opgeruimd. Kijk maar. Flesjes zijn weg en wat hier op de aanrecht stond is ook weer opgeruimd. Ja, dat vergiet heb ik nog nodig voor dadelijk en dan ga ik heel even de kat even verzorgen. Dan is hij ook weer verzorgd. Zo, de kat heb ik net verzorgd. Dan is hij ook weer klaar aan het eten. Ja, af en toe nog eens wat roeren. En dan even... Zo, dan doe ik ook wel eens prikken, dan weet ik of ze gaar zijn of niet. En dan doe ik het vlees nog eens even omdraaien. Het moet wel gaar zijn, hè, want anders is het niet lekker. Nee. Dus dat zetten we nog eventjes. Dat is nog even aan de gang en dan kan het even rustig zijn gaan. Ja, goed. Linderkast zou ook zo wel, denk ik, thuis komen. Dus ja, mijn bril valt, zakt af en toe een beetje af. Ja goed, ik moet ze hier een keer eens aandraaien. Maar dat kan ik dan zelf, hoef ik niet naar de opticien aan. Maar ik merk het sinds een paar dagen. Dus ja, dus dat is even gezegd te hebben en ook gedaan te hebben. Dus ik ga jullie heel even neerzetten. En dan... Zie je mij? Zo. Zo. Daan en Linda zijn ook weer terug van de winkel. Alleen Linda is nog even aan het bellen met iemand. Die staat hier in de hal even te bellen. Dus moest even wat boodschapjes halen. Ja, goed. Tot er ook bij. Ik ben nog steeds bezig met het eten. Nog steeds bezig. En dan moet ik eventjes wachten. Dus, en ook voor de nieuwe abonnees wat zich hebben aangemeld. Dankjewel daarvoor. Dus mocht je bij de nieuwe abonnees hebben zoiets van ik wil het graag doorgeven over mijn YouTube kanaal. Doe dat vooral. Spreek erover in de supermarkt waar je ook komt. Maakt niks uit. Doe dat vooral. Tot ik weer iets meer abonnees erbij kan krijgen. En hoe meer ik abonnees erbij heb, hoe meer ik kan gaan doen voor jullie. Dus... dat is mijn vraag aan jullie. Ja. En Daan heeft zich mooie nieuwe slippertjes gekregen. Ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Zo ja. Dat is die lichtweerkaatsing. Dus ja. En even kijken. Ja goed, eten moet toch nog even wachten. Even naar YouTube. Even naar mijn YouTube kanaal. En dankjewel daarvoor. Ik ben jullie erg dankbaar daarvoor. En dat meen ik oprecht. Dat jullie dat voor mij doen. Dat vind ik hartstikke fijn en leuk. En ook de vlog van gisteren. Van het Rode JC. Ik hoop dat jullie daarvan genoten hebben. Wij bieden in ieder geval wel. En ja goed. En ik heb nog. Deze gemaakt tussen de middag. Dus kijk die ook vooral. Zou ik hartstikke leuk vinden. En... Oh, wat doe ik nou? Ik doe hem uit. Zo ja. Dus... ik vind het hartstikke leuk. Dat jullie echt kijken naar mijn vlogs. Dankjewel nogmaals daarvoor. Dus ik ga nu heel even verder. Daan zit op de bank een spelletje te doen. Even afsluiten. En dan zetten we gewoon even de televisie even aan. Dat is ergens boven Holland is dat. Laat hem even weten in de reactie wat het is. Dan is er wel mooi. Dankjewel. Ja, dus dat gaan we even... Kijk, en ik persoonlijk, want ik sta nog steeds bij de televisie.
Ik vind dit persoonlijk een hele leuke programma. Dat is in Engeland, is dat op het platteland of zoiets. Dan heb je een makelaar, die komt dan bij en die gaan dan van dat soort huizen gaan ze bekijken en dan gaan ze praten. Dat is presentatrice en die gaan dan kijken. Kijk eens hoe mooi de omgeving is. Ja, dus mocht je er geïnteresseerd in zijn, dat komt altijd na of tussen de middag of zoiets. Ja goed, en nou komt dit vanavond. Ik hoop dat jullie het gelezen hebben, dus ja. Oh, waar ze nou zijn is hier. En is misschien ook leuk om te vertellen, nou weet ik niet of ik het al een keer verteld heb. Ondertussen tot ik het eten en koken ben. Ik heb een paar jaar geleden meegedaan aan een quiz over een voetbalvraag. En het is namelijk zo, dat ging iets over Roda, dat is 10, 11 jaar geleden meen ik. Als ik, nee, wacht even, geen 10 jaar, 7 jaar geleden, toen kon je op de computer kon je vragen beantwoorden, want ik kwam dat toevallig tegen op Facebook en toen kwamen we dat tegen en heb ik een vragenlijst heb ik eigenlijk ingevuld en wat bleek, ik kon een reis winnen naar Newcastle. Dus ik had zoiets, ach, ik weet toch nooit wat. En geef een moment, want ik moest mijn naam en e-mailadres en zo allemaal opgeven. En, oh, want ik wou dat ook even opzoeken voor jullie. En ja, dan kreeg ik een tijd geleden, of een tijd, toen kreeg ik een... toen een 2 weken later... kreeg de bericht dat ik de prijs had gewonnen. Dat was een weekend weg naar Engeland, naar Newcastle. Nou is het zo dat ik bij deze wedstrijd ben geweest. Dat is de wedstrijd van Newcastle Liverpool. Ja goed, toen zaten ze nog in de onderrang van de Engelse competitie. En daar ben ik toen met Linda heen geweest. Want Linda was toen zwanger van Daan. Ja goed, Daan is nu 8. Dus dat is 7, 8 jaar geleden als ik het goed heb. En ja, daar zijn we een keer een weekend naartoe geweest. En dat is een hele bijzondere ervaring om dat mee te mogen maken. Want het is zo fantastisch. Want... ja, het is gewoon fantastisch om dat mee te maken, want je gaat dan, zijn we met de auto naar IJmuiden gegaan. En van daaruit zijn we met de boot, zijn we toen naar, ja, naar Newcastle eigenlijk geweest. Even kijken, even wat wist een beetje eigenlijk, hè. Oh, en dan gaan we zoeken. Want we zijn daar toen geweest bij die club. En dat was een hele mooie ervaring, kan ik je vertellen. Want op de boot, toen we heen gingen, gingen we wel s'avonds, was tegen 6 uur, vertrok de boot van IJmuiden toen naar Newcastle. Ja goed, en dat is de vlag van Newcastle. Het is echt ook een hele mooie stadion. Ja, als ik een keer tijd heb, laat ik wat foto's zien. En zo ziet het eigenlijk eruit. Want je zit tot aan de nok. Toen zit je helemaal bovenin. Want het zit ook echt ontzettend vol. Dat stadion. Dat zijn die Engelsen echt. Want die zitten echt tot helemaal onderaan waar die borden staan.
daar zitten de mensen. Dat kan je in Nederland kan je dat eigenlijk niet voorstellen. Maar dat is daar echt in Engeland is dat. En dat is echt heel mooi. Want we hebben een hotelletje hebben gekregen toen. En even de deur in de stad. Ja, de deur wil niet af en toe sluiten door die warmte. Dus, en dat was toen een hele mooie ervaring. Kregen we op de boot, konden we eten en drinken. Kregen we een maaltijd. Ontbijt 's morgens een maaltijd. En het was gewoon een hele fantastische ervaring. En ook een leuk weekend, moet ik zeggen. Ondanks dat het slechte weer daar is. Maar het is gewoon fantastisch om zoiets mee te mogen maken. Dus ja, en dan ga je naar het stadion, was op loopafstand, was maar iets van 5 minuten lopen daarheen. Ja, en dan ga je naar de wedstrijd, heel leuk. En s'avonds ga je dan ergens in een restaurantje wat eten. Ja, wij zijn dan toevallig dan in een pizzeria geweest. Hebben daar pizza lekker gegeten en de volgende dag hebben we heerlijk uitgeslapen. Want Daan was toen bij oma op bezoek toen. En ja, en de dag daarna ging je dan 's morgens met de bus, werd je dan opgehaald met de transfer. En dan was het gewoon met de bus weer naar de boot, op de boot, avondeten. Volgende dag stonden we vroeg op, was 9 uur geloof ik 's morgens Engels ontbijt. En daar heb ik dit van, dus die witte bonen en tomatensaus. Ik vind dat persoonlijk wel lekker, maar alleen op de vroege morgen. Nee, oké, met dan spek en die worstjes. Dat is echt een Engels ontbijt. Ja, jullie zullen het misschien wel weten, maar mijn ervaring is gewoon een heel fantastische ervaring geweest. Echt. Dat is in 2014, meen ik, geweest, maar goed. Ik weet het even niet, maar zo lang geleden is dat eigenlijk geweest, dus. Ja, mocht je er interesse hebben, want er zijn genoeg reizen naar Newcastle, moet je maar op de site van IJmuiden kijken. Want er gaan heel veel boten gaan daarheen en die... het is gewoon fantastisch, want als je daar op de zee zit... Goed, het is een... wat zal ik zeggen? Het is een s'avonds vertrekje en dan kom je de volgende dag, kom je dan 's morgens eigenlijk aan. Dus ja, goed, maar nogmaals, het was een hele leuke ervaring om daar naartoe te gaan. Dus, maar zo komen er misschien nog wel meer verhalen wat ik ga vertellen, maar nou momenteel even niet, want het eten is klaar. Want ik ga heel even dat afgieten en dan gaan we dat nog... even klaarzetten en op tafel zetten. Maar dan zien jullie dat zo. En nog eventjes erop terug te komen op Newcastle. Engeland is echt een heel mooi land. Want vroeger als kind, was ik een jaar of 8, ben ik naar Londen toen geweest. En dat is ook een fantastische stad. Want Engeland is gewoon een geweldig land. Ondanks dat het daar heel veel regent. Ja, is net zoals hier in Nederland. Als het herfst is, regent het daar ook. Maar... daar regent eigenlijk iets meer als hier in Nederland. Maar goed, dat is tot daar en toe. Maar in ieder geval, het is een hele leuke ervaring. En mocht je er in de gelegenheid kunnen doen, dan zou ik het aanraden. Als je van voetballen houdt, ga er eens een keer voor zitten en kijken om naar Newcastle eventueel te gaan. Of andere clubs wat in Engeland spelen. Dat is gewoon een heel fantastische ervaring om dat mee te mogen maken nogmaals. Dus ik ga nog heel even verder met het eten maken en dan spreek ik jullie zo. Zo, ik heb even de oplaaier in de stopcontact. Het eten staat op tafel. Dat is Linda. Wij gaan heel even lekker eten van onze maaltijd en dan Daan die komt er ook nou. En dan gaan we heerlijk genieten van de maaltijd. De kat probeert wat te snoepen van het vlees. Ja goed, het blijft een kat, hè. Dus het blijft een roofdier, een kat, hè. Maar goed, staat daar aan toe. Is maar
Linda krijgt een berichtje. Wij gaan eten en dan spreken jullie zo. Zo, we zijn een tijdje verder en de tafel is weer leeg. Vaste ritueel voor jullie. En de aanrecht is ook weer schoon. De koffie staat er klaar voor. Linker of linker staat er klaar voor morgen vroeg. En ik moet heel even hier nog zijn. Want morgen komt de blauwe papier. Hier wordt allemaal papier, kijk maar. Op papier ingegooid. En dus ik moet even een doos even pakken in de stal. Gaan we dat even doen. Ja. Die één keer per maand gelegen. Ja goed, ik heb nog wat extra en dan kan dat daar in de straat gezet worden. Want er staan nog meer containers. En dan doe ik dat zo. Weer leeg en dan zit alles in de doos. Ja, ik moet dan nog even een beetje schoonmaken en dan kan die morgen vroeg ook daarbij. Dus die laat ik hier even staan. Laat ik even hier staan. Ik kan dan morgen. Oh, hier liggen ook nog rotzooi. Dus. Kan die hier blijven staan? Ik ga heel even naar binnen. Zo, heb ik heel even doekjes gepakt. Dan kan ik dat heel even, kijk. Zo, is het weer schoon. Ja, papierbak is nooit mis altijd. Ja. Zo zwaar, dus dat valt wel mee. Dus even nog wat opruimen. Goed, het sponsje had ik hier gebruikt. En die doe ik dan even in de bestas. Zo, en dan legt hij daar erin. Nou, dat is al. Even de. En morgen vroeg even naar het glasbak even rijden. Want dat doe ik dan 's morgens, neem ik dat dan even mee. Dat is dicht. Even kijken. Dat is ook dicht. Dan is dat in ieder geval al klaar. Oh, wacht, zet ik het wel even binnen. De deur even dicht. En dus buiten is dan alles klaar. En dan, ja, want jullie hebben gemerkt met dat plastic, want laatst hebben we daar muizen gehad, of ratten, ik weet het niet precies, maar die hebben van dat plastic gevreten, om het eerlijk te zeggen. Ja, en ik ben een slechte kleding. En dat was een bellen wat jullie hoorden. En ja, dan met dat papier is dan hetzelfde. Dus, ja, en Daan was hier YouTube aan het kijken, want hij was pudding aan het eten en een beetje aan het knoeien. Dus ik ga heel even de pudding ga ik, opruimen, want hij vindt dat lekker, vanillevla. Want dat kopen we dan regelmatig in. En Linda eet meestal van die yoghurt. Ja, ik ben er niet zo dol op, dus ik eet het wel in een restaurant of zo, dat wel, maar niet. Ik ben er niet zo fan van, om het zo te zeggen. Dus, maar ik ga in ieder geval even naar boven toe. Want Linda stond in de gang te bellen en dan neem ik jullie boven nog even mee. Zo, ik ben heel even boven gaan zitten, want Linda was, wat ik al zei, buiten. Gekkie. Beneden aan de bellen. En ja goed, ik ga de vlog, ga ik... Ja, sorry voor de bewegende beelden, want het is met die handstandaard, dus... Ja,
Dus in ieder geval, ik ga bij deze vlog afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat vind ik hartstikke fijn. Want dan kan ik ook weer een reactie naar jullie toe teruggeven. En ik weet dat er mensen kijken die geen reactie geven. Wil ik toch vragen om dat ook even te doen. Dat zou dan wel hartstikke leuk zijn. Want dan kan ik ook weer antwoord naar jullie toe geven. Dus als jullie dat willen uiteraard. Dus laat er even een reactie achter met op de achtergrond de hamster. Ja, dus in ieder geval hartelijk dank voor te kijken naar deze vlog. Dat vind ik hartstikke leuk dat jullie dat hebben gedaan. En ook de vlog van gisteren, want ik heb gezien dat die heel erg goed bekeken is daarvoor. Hartelijk dank daarvoor. Mochten jullie nog suggesties hebben, dat jullie zoiets hebben, we willen nog iets laten zien. Of iets willen laten, je weet het wel. Dan geef dat even aan. Dan kan ik daar eventueel mee aan de slag gaan. Want binnenkort hebben we vakantie, wat ik al zei. En ja goed, dan is dat eenmaal zo. Dus ja, geef dat ook even aan. En dan kan ik daarmee een reactie ook teruggeven. En mee nogmaals aan de slag gaan. Maar in ieder geval, ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben nogmaals. En deel en like, vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlog weer. Ik wens jullie verder een hele fijne avond. En nogmaals hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. Doei! Dag!